Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 2 hier in Australië. Maar heb je die allereerste video gemist in Bahrein? Zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop en dan zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Gewoon even doen voor meer wekelijkse Formule 1 content. We gaan lekker door met F1 22. Sinds de eerste video is het lekker hard gegaan met abonnees, dus dankjewel daarvoor. Zeker een blauw duimpje omhoog doen als jij de video leuk vond. En volg me even op de sociale media, @GiananSchaven op Instagram, Twitter, Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Hebben we genoeg cash om wat dingen aan de faciliteiten te doen? We wachten hier wel een ingewikkelde strijd voor de punten. Dat gaat denk ik nog helaas niet. De achtergrond heb ik even gedempt, want ja, deze muziek... Wat eigenlijk hierop speelt is gewoon copyright. Op mijn vorige YouTube video, de vorige race, de vorige aflevering van F1 22, stonden er maar liefst 3 copyright claims. Dus ja, ik heb die audio allemaal moeten dempen. Dus vanaf de volgende aflevering komt er gewoon een standaard theme op wat ook in het spel zit. En niet de soundtrack van EA, want daarin zit het juist dat die muziek gewoon copyright is. Maar goed, hebben we ook een aantal nieuwe rijders, zoals Nico Hulkenberg, Mark Webber en Jacques Villeneuve. Die keren terug in de Formule 1, maar dan als, dan als VIP. Die kunnen alleen mensen van de Championships editie, die kunnen die rijders unlocken, denk ik. En wat ook nieuw is de Pirelli Hot Laps. Die zie je volgens mij nu in beeld verschijnen. Jazeker, dit is dan normaal het intro. En bij die Pirelli Hot Laps is het natuurlijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk punten probeert te verzamelen. We rijden in een McLaren namelijk, jazeker, en we moeten zoveel mogelijk zien te driften. Rechts zie je de uitdagingen, de doelen. En hoe hoger je komt, hoe meer cash je krijgt en hoe meer punten je kan halen. Bij deze auto is wheelspin echt een enorme factor. Je moet zo voorzichtig op het gas, want anders ben je de auto zo kwijt. Kijk maar, we halen hier al dik 300 punten. Stel, je maakt een drift, maar komt met een wiel op het gas. Dan ben je punten kwijt. Die je tot dan toe zou kunnen maken. Dus de straffen zijn hier wel heftiger dan in de normale carrière mode. Nadeel is dat deze auto zoveel onderstuur heeft. En kijk maar, die score is gewoon weg. Die wij eigenlijk zouden hebben behaald, mochten wij de bocht hebben behaald. Gehaald bedoel ik. En je kan de auto hier zo makkelijk kwijtraken. Dan zijn we aan het einde van de run, als we nog 6 seconden op de klok zijn. En we hebben het derde doel, 70.000 punten, hebben wij behaald. En dat betekent brons. Extra inkomen voor ons. Maar ik had liever zilver gekregen, of het liefst nog wel goud. Jazeker, 25.000 cash erbij met 250 team acclaim punten. En ja, dan zou ik zeggen, dan is het op naar de kwalificatie voor de Grote Prijs van Australië voor ronde nummer 2, aflevering nummer 2 van F1 22, My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Het is flink bewolkt en er kan ook regen komen aan het einde van Q1. We moeten gewoon proberen om... zo hoog mogelijk zien te kwalificeren. Ik verwacht hier niet dat we door kunnen gaan naar Q2. De auto is daar gewoon nog te slecht voor. We hebben wel een aantal researchpunten al kunnen spenderen aan upgrades. Dus die komen er wel aan, maar verwacht wel een heel seizoen lang in het achterveld. Dat sowieso. Dit is dan het geüpdate gedeelte. Een scherpe bocht naar rechts. Dat is iets te veel over... Wat is het? Dat broodje. En daardoor stuit je wat van de baan weg. Tijd verloren daar. Deze bocht is meer wijder geworden. Meer rotatie in het spel gedaan. En daar flink moment overstuur. Een flink momentje overstuur. En weg is deze ronde. En het is gewoon een 7e tijd met een 1.23.6. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Dan hebben we een tweede set soft banden eronder gezet. Staan gewoon op de laatste plek op de grid.
en proberen hier zoveel mogelijk tijd te winnen. Moeten gewoon alles gaan geven, met nog 4 minuten op de klok. En dan gaat het regenen. Het gaat regenen en hier ben ik de auto kwijt. Deze ronde zit erop en ik ga denk ik afsluiten, want ik wil naar binnen. Dan hebben wij daar Latifi rijden. Die haalt ons in, maar die besluit hier even lekker van het gras te gaan. Het is een kat en muisspel geworden. Ik weet echt niet wat die Canadees aan het doen is. We raken elkaar ook een klein beetje. En dan blokkeert Latifi mij hier. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Volgens mij wil hij naar binnen. 3 minuten nog te gaan, zegt Mark Priestley. Wat doet Latifi hier? Dan gaan we achter hem rijden en dan... Goeie vraag, wat doet hij in hemelsnaam? Wat doet Latifi hier in hemelsnaam? Wat een idioot. Krijgen we een 5 seconden tijdstraf. Griep. Echt, waar ben je met je brein mee bezig, man? Wat een idioot. En krijgen gewoon een 5 seconden tijdstraf. Nou, dat heeft eigenlijk niet zoveel uitgehaald. Want ja, we staan gewoon laatste. De realiteit kan gewoon pijn doen. Echt niet normaal. En kijk dan, Porsche naar P17. Wij stijf achteraan. En komen gewoon 3 seconden tekort tot mijn teamgenoot. Het is pijnlijk. Het is echt pijnlijk, maar dit is wel de realiteit. Op naar de race. Maar dit wordt een helse opgave om er nog iets van te kunnen bakken. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 2 van F1 22. My team, Career Mode. Hello and welcome from Melbourne, a track modified since we last raced here in Albert Park, and I think with the changes, it's going to be a classic. We go racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 14 corners and 3.28 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles per hour. The close proximity of the barriers make accidents inevitable, and recent history shows us that a safety car is not at all out of the question. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, George Russell, and Fernando Alonso. Bottas, Ocon, Mick Schumacher, and Pierre Gasly, Magnussen, Tsunoda, Guan Yu Zhou, and Perez. They've taken a grid penalty. Stroll, Albon, Teo Pourchaire, and Daniel Ricciardo, Norris, Vettel, Latifi, and the Professor. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid starten op de medium compound. Het is wat bewolkt, maar er is geen regen voorspeld. Medium hard is de strategie. In 1-stopper op de medium band starten, doorgaan naar de harde band. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor de tweede race. Maar eerst de formation lap. Ik ben het zat even vergeten. En dus weer tijd. Hopelijk dat we weer een perfecte start hebben. Net als in de openingsrace in Bahrein, daar hadden we een perfecte start. Kwamen wij uitstekend goed weg. We moeten niet zorgen dat we inkakken, zegt Mark Priestley. En starten dus helemaal van achteraan. Vettel op P20, start op de softbanden. Dat is niet slim, denk ik. Is niet slim. Maar we zullen zien wat de start meemaakt en meebrengt. Latifi. Daar hebben wij nog een appeltje mee te schillen. Vanwege de kwalificatie. Ik zin uit op mijn wraak. En dan zijn we aanbeland bij de gridslot. Gaan we kijken of we deze kunnen nailen. Kunnen we dit perfect timen?
Net als in Bahrein. Ja, nee, net niet. 0,5 meter te veel en we worden wat naar achteren gezet. Geeft niks. De lampen gaan aan voor de tweede race van F1 22 My Team Remote. En ze zijn uit en we zijn onderweg. Beetje wielswim bij de start, maar dat is geen probleem. Komen we beter weg dan Latifi. Vettel is heel goed weg. Wij zijn naar P20. Ricciardo verdedigt die binnenkant niet goed genoeg. Drie dik. Mijn teamgenoot zit aan de linkerkant. Vettel wordt even opgesloten. Ricciardo aan de buitenkant. Pakken hier slipstream van Porsche. Lukt dat? Divebomb maken. Vettel blokkeert die binnenkant. Jammer. Kunnen wel Lance Stroll hier aan de buitenkant passeren. Ook Bottas. Bottas, nee, net niet. Jawel, Bottas wel. Jazeker, wielbengen. Maar dat is P16. Uitstekende start. En nu doorrijden naar Alexander Albon. Wang Yuzhou rijdt achter mij. Maar hij heeft hier zoveel meer topsnelheid. Volgens mij zit hij al te kijken. Hij zit er heel dicht op, maar kan er niet voorbij. We houden de auto mooi breed. En dat is dus een prima openingsronde tot nu toe. Goed gedaan. Dan zitten we in ronde nummer 3. Albon kijkt aan de buitenkant. Wij gaan hier verdedigen. Albon stuurt niet helemaal door en dat zien wij. En wij pakken die plek mooi terug. Gaan hier nu van lijn veranderen. Albon aan de buitenkant. Wordt daar gewoon naar de muur gedwongen door ons. Wij pakken hem hier dan weer terug aan de binnenkant. Jazeker. Vettel op P14. We hebben een klein momentje overstuur. Maar houden de auto mooi. In 1. Albon weer naar de buitenkant. Lukt niet. En Zhou dit keer naar P16. En die heeft hier meer topsnelheid. Jazeker, daar komt Guan Yu Zhou. Nee, het is Albon. En Zhou. Tegelijkertijd pakken zij mij. En daar heb je ook al gelijk Stroll en Ricciardo. Wat een chaos hier. Ricciardo verpest die exit. Pak hem hier terug. De switchback, jazeker. En dat is P18. Daar heb je ook dan mijn teamgenoot rijden. Maar helaas veel plekken verloren. Dat is een kleine touché. Ricciardo tikte mij daar op het rechte achterwiel aan. Geen probleem. Niks beschadigd. Door met de race. Maar ja, we zijn wel heel veel posities verloren. Rijden nu op rond op P18. Niet de bedoeling. En hier een flink moment bij de exit van de laatste bocht. Latifi naar binnen. Norris op P19. Ricciardo op P20. Waar rijdt Theo Porsche? Geen flauw idee. Interesseert mij ook niet. We moeten voor hem zien te finishen. En daar heb je Theo Porsche aan de buitenkant. Maar laat hem niet staan. Is te bang. En wij pakken hem mooi terug. Jazeker, een mooi gevecht om P18. Je koopt er eigenlijk helemaal niks voor, maar het is wel leuk om het erin te zetten. Flink momenten oversturen, want de auto is nog niet optimaal. En Latifi is op de softbanden gegaan, of gestart. Weet ik zo niet. Daar komt Porsche aan de binnenkant. Lukt dat? Dat lukt zeker, maar dan hebben wij hier die binnenkant. Nou, slipstream pakken. Zit er heel dicht op. Hij heeft ook DRS. Ga niet naar de binnenkant kijken. En doen daar een beetje cheeky. Zorgen dat hij niet kan insturen. En dat is P18. Ja, dat is dus de realiteit. P18, P19. Het is wat het is. Dan zitten we in ronde nummer 11. Daar hebben wij Norris dan die ons voorbij is gestoken. En kunnen niet terug aanvallen. In de ronde nummer 11. Er is één uitvaller. Zijn naam is Charles Leclerc. Charles Leclerc uitgevallen. Dat heb ik er helaas niet in zitten. Ik heb wel een herhaling van wat er is gebeurd. Zometeen kan je dat even zien. Maar Charles Leclerc pakt hier 0 punten. Na in de openingsrace alles te hebben gepakt. Hier dus een herhaling in ronde nummer 10. Van Charles Leclerc. Die hier de wedstrijd leidde volgens mij. Ja, want Sainz reed op P2. En hier is het dan gedaan
Een Ferrari motor kapt ermee. 0 punten voor de Monegask. En Verstappen moet daar even opletten. Jammer voor hem. Niet voordelig voor ons, want wij hebben geen punten. We duiken naar binnen in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Gaan naar de harde compound. Hopelijk dat wij voor mijn teamgenoot eindigen. En wat een verdomme slechte pitstop is dit. Echt slecht. 3.2 jongens. 3.2 en allemaal dankzij mij, want ik timde het niet goed. Waar is Theo Pourchaire? Goeie vraag. Die rijdt voor ons. Latifi. Die komt daar gewoon op het gas terecht, omdat wij die knik daar meenemen. Sorry Latifi. We hebben vandaag wel iets met elkaar gemeen door elkaar zoveel te raken. Hopelijk dat het niet in een verhouding komt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Norris dus voor ons. Wij dus op P19. Latifi op de laatste, op de ene laatste plek. Ricciardo rijdt op P21. Slecht voor de thuisheld. En Latifi probeert het. Latifi probeert bij ons aan te vallen, maar dat lukt niet. We houden de auto mooi breed. Hier heeft hij wel een prima kans. Want dit is een heel lang rechtstuk. En daar heb je hem aan de buitenkant, als dat lukt. Jazeker, dat lukt. Even een leuk feitje. Ze wouden dit stuk ook een DRS-gedeelte maken. Alleen dat hebben ze later geschrapt. Weet ook niet waarom. En Pourchaire is naar binnen gedoken. Latifi gaat hier verdedigen. Ja, Latifi, maat. Ben je nou zo'n vieze hond? Hij gaat gewoon verdedigen. En alweer rijdt hij ons in de weg. Alweer verziekt hij het feest voor ons. Wat een idioot. En zo, ja, is het dus dat Pourchaire voor ons eindigt. En hij duikt ook gewoon nog naar binnen, hè, die idioot. Wat een... griephond. Echt. Sorry dat ik het zeg. In ronde nummer 25 hebben wij daar Daniel Ricciardo. Latifi rijdt weer achter ons. Goed zo, daar hoor je thuis. Wij helaas hier ook tot de realiteit. Dat is pijnlijk, maar goed. Ander verhaal kort. Ricciardo achter ons. Gaat hier ons aanvallen met DRS. Wij proberen te verdedigen, lukt helaas net niet. Ricciardo is er nog niet voorbij. Durft niet goed in te sturen en wij duwen hem daar mooi wijd in ronde nummer 6 en sorry, in 25. Al een aantal coureurs hebben ons op een ronde gezet. Onder andere wedstrijdleider Carlos Sainz. Die gaat hier ook de wedstrijd winnen. Leclerc pakt 0 punten. Pijnlijk voor de leider in het wereldkampioenschap. Ik denk dat Sainz het overneemt. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor ons en Ricciardo. De vraag is, wanneer gaan wij aan de kant? Dit moeten wij heel tactisch doen. Zorgen dat wij er zo min mogelijk last van hebben. Ocon moet ons gewoon even voorbij gaan. Doet hij niet zo goed? Nee, doet hij niet goed. Ocon, je had echt gewoon meer snelheid moeten meenemen. Ik moest eigenlijk ook meer van mijn gas af. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ocon slecht. En van mezelf ook. Daardoor kan Ricciardo naar ons toe rijden. Ocon... En dan moeten wij hier helemaal van de racelijn af zometeen. Jazeker. Ocon, ga er maar voorbij. En gaat er ook voorbij. Goed hoor. En dan zitten we in ronde nummer 27. Daar hebben we Ricciardo aan de binnenkant. Maar dat is net te kort. Het is gewoon net te kort en hij kan er niet langs. Hier dan proberen. Nee, want hij moet aan de kant voor achterblijvers. En Mick Schumacher rijdt in de punten. Proberen daar Tsunoda wat op te houden om Schumacher wat daar te helpen. Maar ik ben er bang voor dat dat mislukt. En dan zitten we alweer in de laatste ronde voor Carlos Sainz. Die is gefinished. Hij wint hier zijn eerste wedstrijd van F1 22. Ferrari pakt de eerste twee overwinningen van het nieuwe seizoen. Wij finishen dus helaas weer achter mijn teamgenoot. Dus op naar de volgende race. A great race then, and a fantastic victory here at Albert Park.
So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Nou, hier wordt dan dus uitleg van de wedstrijd. Sainz wint zijn allereerste grote prijs van het seizoen. Ferrari pakt weer een 1-2'tje in een race. Want Leclerc finisht de vorige race als eerste en nu doet Sainz het dus ook. We stappen naar 2. Maar helaas naar P19. Teleurstellend. En Charles Leclerc uitgevallen. Daardoor neemt Sainz de leiding over van zijn teamgenoot. Verstappen naar 2. Haas klimt naar P7. Bijna steeds op P11. Met 0 punten. Oei. Dit wordt een pijnlijk seizoen. Het wordt echt een pijnlijk seizoen dit. Niet normaal. Gewoon, is gewoon fucked up. Anyway, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijks Formule 1 content zien? Abonneer gewoon voor meer. En schakel ook een like dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte wanneer ik een video upload. Zo fijn zijn als je dat zou doen. Doel halen is gewoon 120 abonnees. Dus doe dat mensen. Gewoon abonneren. Dat doe je mij een grote plezier mee. En ja, dan zou ik zeggen. Dit was de journal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we weer met meer Formule 1 content. En vooral F1 22. My Team Cremo. Tot de volgende keer.